Dat is een grote zorg. De hypotheekschuld in Nederland, de totale schuld, is maar liefst 128% van ons bruto binnenlands product. Dat is ongekend in internationaal perspectief. Er is geen enkel land wat er maar bij in de, in de buurt komt. We hebben een fiscaal regime dat inzet op maximaal lenen en minimaal aflossen. Vorig jaar is met de herziening van de gedragscode hypothecaire financiering een hele goede stap gezet. Om dat maximaal lenen in ieder geval te beperken tot 106% van de waarde van uh, het, uh, het aangekochte huis. Ik denk dat er nu een logische vervolgstap zou moeten komen. om ook het uh, aflossen meer te gaan stimuleren. Dus na aankoop van het huis. om te zorgen dat burgers niet met zo lang en de gehele looptijd. met zo'n hoge hypotheek blijven zitten. Want u zegt met zoveel woorden. er moeten stappen worden gezet om die schuld af te lossen. We moeten af van die aflossingsvrije hypotheken. Ja, dat klopt. Wij moeten af van aflossingsvrije hypotheken en wij moeten weer ja, toe naar een systeem waarin aflossing uh, gewoon volstrekt normaal is. En ik ben niet bang dat u met dit soort voorstellen uh, nieuwe onrust creëert op die woningmarkt die toch al klaagt, steunt en zucht. De onrust is er en de enige manier om die onrust weg te nemen is om te komen met voorspelbare, maar vooral toekomstbestendige hervormingen. Want een hoge schuld raakt huishoudens die bijvoorbeeld in problemen komen, huis moeten verkopen en dat soort dingen meer. Raakt het ook de banken? Absoluut. De hoge schuld raakt ook de banken, in die zin dat het de balans van de banken uit het lood trekt. Het betekent dat er dus grote hypothecaire portefeuilles op de Nederlandse bankbalansen staan. En daartegenover is er simpelweg in Nederland niet genoeg spaargeld als stabiele fundingbron van deze hypotheken. Dat betekent dat onze banken zijn aangewezen op financiering via de kapitaalmarkt. En dat is precies de soort financiering waarvan deze schuldencrisis de kwetsbaarheid heeft blootgelegd.